En ik zei het net al, twee gasten die gegarandeerd feest brengen en hier dus thuis horen op een donderdagavond. Geboren als Jerry Leenbrugge en Ruben Fernhout. Knallen al 10 jaar met tracks als, nou ja, natuurlijk, Wat wil je doen? Rampeneren, Stuk, Ik ga hard, Helemaal naar de kloten. En daar zit een lekkere nieuwe bij. Dat is Dat Ding. En net terug in Nederland, mag ik daarom een groot applaus voor ze. De Party Squad! Hey. Goedenavond, jongens. Hoi. Ja, we zijn er weer. Nou ja, jullie zijn echt net terug in Nederland, toch? Ja, gisteren. Ja, echt. Ja, uit Amerika, toch? Ja, correct. En hoe lang zijn jullie daar geweest? Eigenlijk al met al 2 weken. Ja. 2 weekenden daar gepakt. Maar toen waren er hier opeens Edison Awards. op onze 3 vrijdagen in New York. Ja. En toen moesten we terugvliegen heen en weer alleen voor de Edison's. Wat overigens heel tof was natuurlijk. En een eer dat we daar een show mochten doen. Maar eigenlijk 2 weken toertje door Amerika en Canada ook nog 1 boek. Ja, want ik zag met die Edison's hadden jullie opeens zometeen terug van Amerika. Maar hadden jullie opeens weer alle oude rappers uit de stal gehad met wie jullie ooit een track hebben gemaakt, hè? Ja. Ja, ja. Oh, heb je dat voorbij zien komen? Nou, dat is wel tof. Ik zag wel iets. Ik vroeg, ja. We waren op zoek naar beelden ervan. Die waren er niet echt van te vinden. Maar ik zag wel iets heel korts voorbij flitsen ervan. Ja, was super tof, man. Dat was ook een beetje de bedoeling. En eigenlijk zouden Edison's volgens mij ook worden uitgezonden op tv. Nu dat niet meer het geval was, hadden we het eigenlijk allemaal niet moeten doen. Maar, nee. Maar het was voor ons wel een mogelijkheid om iedereen te bellen. Een soort van, en ja, een soort medley te doen, weet je wel. Dat is wel heel tof om iedereen bij elkaar te hebben. Hey, dan even naar Amerika, waar jullie net vandaan kwamen. Jerry, hoe wordt de Party Squad daar ontvangen? Wat hebben jullie daar allemaal meegemaakt? Ja, we hebben echt een heel vette set gedraaid, man. We zeggen, weet je, het is heel raar, want mensen beginnen ons net te kennen daar, zeg maar. Ja. Dus je hebt een soort halve fan die, weet je, er waren echt best wel wat fans gekomen, echt speciaal voor ons. Gewoon raar, weet je, we zijn gewoon Nederland gewend en gewoon echt met fans, weet je, maar daar, mensen leren ons net kennen. En ja, Oh My is daar best wel een hit geweest, weet je, en Original Dawn met Major Lazer. En mensen kennen ons gewoon daardoor, weet je, super tof, man. Is het dan ook zo, dat vroeg ik me gewoon vanmiddag af, is het dan ook zo dat als mensen een beetje fan worden, dat ze ook helemaal naar de kloten en dat ze platen kennen? Of is het wel echt jullie Engelse werk dat ze vooral kennen? Nou ja, het hoofdzakelijk het Engelse, maar het ding is, doordat natuurlijk Hardwell en Tiësto en alles die remix draaiden, zeg maar wereldwijd, als een soort van, ja, grappig, het is Nederlands, maar die beat werkt, zijn er toch best wel mensen die dat kennen, weet je. En we draaien die als enige Nederlandse plaat, draaien we dan, volgens mij de Alfaro remix draaien gewoon. In Amerika over. En dan maak ik ook een soort grapje erover. Hey, we kunnen wel even iets Nederlands draaien, toch? Jullie begrijpen de tekst niet, maar die beat gaan jullie snappen. Nee, begrijpen ze de tekst niet? Hebben ze enig idee waar het over gaat? Nee. Ik heb het 3 keer of zo volgens mij uitgelegd, maar meer met gasten in de studio. Wat zeggen ze dan? Ja, I get wasted. Totally fucking wasted. Weet ik wel, zoiets. Weet je, maar ja, nee, dat is tof. Maar het gaat gewoon zoveel losser, man, daar in Amerika. Ja. Maar dan is het, wat ik me dan afvraag, ik zei net 10 jaar Party Squad, jullie hebben in Nederland, nou echt op de top zijn jullie, zeg maar, iedereen weet Party Squad, oké, dat zijn die mannen die je feest brengen. Zijn er dan nog zenuwen als je toch weer naar een heel nieuw publiek gaat, dat je dan toch weer denkt van, het is toch weer helemaal nieuw, ik sta hier heel zenuwachtig, of gewoon, kom wel goed? Ja, zeker, maar dat is het leuke eraan, man. Je gaat zenuwachtig in de dierboot. Het is gewoon, je weet, je gaat echt een set voorbereiden, je gaat echt kijken, dat is super, dat heb ik wel gemist in Nederland, weet je, echt... Met zenuwen, trillen met je hand daar staan. Ja, is dat dat is leuk, man. Ja, echt. Oh, je vindt het wel leuk, ja? We stonden superleuk. We stonden in Avalon, weet je, dat is echt van dat is zeg maar de paradiso van Hollywood, van LA. Ja. En ze echt, weet je moet daar echt goed rocken, zeg maar. Ze zijn echt kritische mensen daar, weet je. Je moet echt hard uithalen, weet je. Ja. Sta je daar, weet je, van oké, waar moet ik beginnen? Ja, alle credits, je hebt niks aan dat wij kunnen zeggen, ja, we hebben al 10 jaar credits in Nederland, iedereen kent ons daar, weet je. Ja, weet je, bewijs je maar, homie. Ja. Nee, maar het ding is wat ik zeg, mensen gaan daar wel, met alle respect voor iedereen zit te luisteren, alle Nederlanders, we houden zo tyfusveel van ons publiek hier, maar mensen komen hier, als staan ze op de gastenlijst, komen ze naar de club en gaan ze staan voor die boot en zo van, oké, ik ben helemaal uit mijn huis gekomen, entertainer dan. Dat is een beetje de insteek, als ik het heel zwart-wit zeg. Ja, ja, ja. Maar dan kom je in Amerika, de deur gaat open, mensen rennen naar de dansvloer, vrouwen staan op de banken, iedereen is ietsje meer gedressed en alles, weet je. Het wordt is meer een avond uit, zeg maar. Ja, precies. En ik weet niet, Nederlanders zijn natuurlijk wat meer behoudender gewoon, we zijn allemaal een nuchter volk, maar het is wel als DJ tof. We zijn hier allemaal gedrilld. Dat is ook denk ik de reden waarom Nederlandse DJ's zo goed zijn in het buitenland. We hebben hier de hardste leerschool. Dan is het de verademing. En wij kunnen als enige op de wereld ook echt mixen, Nederlanders. Amerikanen kunnen niet praatjes heen en weer mixen. Dat kunnen ze gewoon niet. Dus ja, al met al, ja, wat Jerry zegt, Avalon in fucking Hollywood, midden op die straat met al die sterren. En dan, ja, dan kom je daar. Ik kwam daar best wel dronken uit. Ja. Hey, laten we dan nog even naar Nederland gaan. Maar daar zijn jullie ook nog gewoon lekker bezig. Dat is Dat Ding, de remix. Die van jullie is uitgekomen eind februari, geloof ik. Wat is Dat Ding?
Dat is dat ding. Ja, god. Nee. Ja, en dat is... Tot er ook uit. Ja, ik zit hier. Ik zit, nee, dat is ook dom van me, man. Nee, maar voor ons was het wel weer van... Oké, shit. Oké, we zijn nu dus echt met onze mindset ook. We hadden het net al over ons album waar we mee bezig zijn. Ze allemaal buitenland. Maar wat? We zijn er gewoon in Nederland. We moeten weer iets doen. Ze hebben we weer gewoon met de gasten met wie wij fijn werken. Reverse en Jay, weet je wel. Komen bij elkaar. Ja, Jay staat op elke party knallen voor jullie, toch? Zo. Ja, hij staat op mijn hoofd. Toen met die medley bij de Edisons kwamen we pas achter van wat we allemaal hadden gedaan. Ja, maar dit is gewoon leuk, weet je. We vinden het ook tof en ja, het is gewoon lollig of zo. Wat is dat ding? Maar leg het eens uit. Ja. Want dat is dat ding. Wat is dat ding? Ja, dat is dat hele ding gewoon. Dat is de uitleg. Je leven wordt gewoon mooier. Gewoon maar begrijp je niet dat je leven gewoon mooier wordt als dat ding in je leven komt? Dat is het, Rens. Je moet het voelen. Oké, het is een filosofische... Je bent ook stil. Het is net zoals met alles van ons. Het gaat nergens over. Nou ja, inderdaad, wat ik zeg net kort. 10 jaar party squad. Ja. Er zijn toch generaties met jullie opgegroeid. Die vroegen inderdaad van tijd van wat wil je doen tot en met helemaal naar de kloten. Hebben jullie het nog een beetje gevierd? Of komt er nog een groot feest aan, 10 jaar party squad? Of? We zijn deze... Ik weet niet of ik daar al iets over kan zeggen. Ja, maar we zijn... Ja, natuurlijk jullie oude poesers. Nee. We zijn bezig met iets absurds groots in de zomer. Kan ik het zo zeggen? Ja, we gaan een leuk dingetje. Ziggo Dome, Hama. Nee, niks van dat. Ik weet niet of je het gaat raden. Maar zullen we zeggen dat als we het zeker weten dat we het bij jullie komen melden? Dat is een deal. Dat is een deal. Laten wij vertellen dat jullie de lijnen vertellen van Koningsdag. Daar mogen we niet meer op terugkomen, Jerry. Oh ja, Kanye West komt, hè? Oh ja, shit. Ik kan nog heel lang met jullie doorpraten, maar ik wil eigenlijk gewoon vragen of Jerry of jij naar de DJ-boot wil gaan. Ja, genoeg gepraat. Het is tijd voor een goed setje. Dat kun je hier checken. Als je hier klikt, kan je direct naar het setje. Overigens kun je nog veel meer DJ-setjes zien als je hier even klikt. En als je dan toch bezig bent met klikken, ga dan gelijk even hierheen en abonneer je even op ons kanaal. Doe een duimpje omhoog, worden wij blij van. Dus hier meer DJ-setjes, hier het DJ-setje en hier abonneren.